90% van de Nederlanders heeft een tuin, maar 10% van de Nederlanders houdt van tuinieren. En dat terwijl tuinieren eigenlijk een van de meest beproefde methodes is om je hoofd stil te krijgen. Je gaat de drukte van je hoofd verplaatsen naar je handen en bovendien heeft de tuin ook nog heel veel lessen te leren. Als ik een stiltewandeling loop, dan wijs ik ook altijd op de kiemkracht. En dat zie je nergens anders zo goed als in de tuin. Hier heb je bijvoorbeeld een zaadje. Een zaadje van een courgetteplant. Een heel klein zaadje. Dat stop je in de grond. En in de zomer groeit er echt een machtige plant uit. En van twee planten, nou, daar kunnen wij echt elke week flinke borden courgettesoep van eten. Dat komt allemaal uit dit kleine zaadje. In dit courgettezaadje zit ontzettend veel kiemkracht. Geloof jij in je eigen kiemkracht? Dat is een vraag waar je over na kan denken als je die zaadjes aan het planten bent.